De essentie van de proefvakken was toen in feite vooral de spoorelementen en het soort grond wat van invloed kan zijn op de opname en beschikbaarheid van spoorelementen. Want zoals ik zei, gaat niet zozeer om de hoeveelheid spoorelementen in de grond, maar de biologisch beschikbare. En dat wordt bepaald door de grond, de eigenschappen van de grond, hè, of het nou kleigrond is of zandgrond, en door de pH van de grond. En vandaar dat men hier in deze vakken, een stuk of 40 vakken heeft opgezet met oorspronkelijk grond waarbij men de pH heeft veranderd. En op die vakken is eigenlijk constant planten gekweekt die een heel goede aanwijzing kan geven voor sporumelementen gebrek of overmaat. Elk vak die moest eigenlijk anders behandeld worden. Je mocht dus ook niet van het ene vak naar het andere vak zomaar overlopen. Dan diende je eerst je schoenen goed schoon te maken, je schoffel met alcohol en warm water. En dan mocht je pas weer naar een volgende vak toe. Ja, je had dus een proefplan en er stond dus duidelijk op wat de pH per vak diende te zijn. En ook de basisbemesting die elk jaar dus gegeven werd, die voor elk vak weer anders was, diende ook precies zo uitgevoerd te worden. De proefvakken zijn uniek op het Europese vasteland. Ze zijn aangelegd naar voorbeeld van de nog oudere vakken in Rothamsted in Engeland. Er is onderzoek van internationale faam ingedaan. Na 1980 werd het onderzoek aan de vakken gestaakt. Sindsdien werden ze door de vakgroep vooral als een lastige kostenpost beschouwd. Toen ik hier kwam, toen hadden we hier 3 tuinmensen in huis die inderdaad constant bezig waren. Later werd het 2 en later uiteindelijk 1. En zelfs die ene werd verdeeld samen met de andere vakgroepen. Bovendien heeft onderzoek zich verplaatst van de vakken eerst naar de kassen, klimaat, en zelfs later werden de kassen ook niet meer gebruikt, want iedereen ging toen in de fytotrons, in de klimaatcellen. Door verwaarlozing van het onderhoud aan de vakken is de bijzondere bodemstructuur, die door 60 jaar nauwgezette behandeling tot stand gekomen was, grotendeels verdwenen. Hun wetenschappelijke waarde is daardoor aanvechtbaar. Het is een treurig aanblik natuurlijk, het biedt alles. Op zich wel mooi, ik hou wel van natuur, maar ja, dit was er natuurlijk niet voor bestemd. Door het gebrek aan behandeling van die gronden is de waarde van deze vakken in feite niet meer zo groot. Het is niet meer uniek. Vandaar dat eigenlijk, ja, qua wetenschap is het niet meer interessant is.